Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En ik ga voor het eerst in mijn hele leven een dagvlog maken. Heel veel plezier met kijken. Ik heb vandaag niet heel veel leuke dingen op de planning staan. Dat moet ik nog even bedenken. Het is 7 uur 's ochtends en ik ga het wel zien. Ik heb dus een best leuk idee bedacht, al zeg ik het zelf. Het is een tijdcapsule. Dat houdt in dat ik dus een fles of een box, ik kijk nog even, iets waterdichts in ieder geval. Dat ik daarin dan allemaal dingen ga stoppen van nu. Dus een brief aan de toekomst, de toekomstige persoon die die brief te lezen krijgt. De trend van nu, wat spullen van nu en een foto van mij, zodat ze weet van wie het komt. Dus ik ga even de setting hierachter klaarzetten. En laat ik de video beginnen. Tot zo. Dus ik ga als eerst beginnen met een brief. Ik ben natuurlijk weer heel erg slecht voorbereid en ik heb geen pen en geen papier. Dus ga ik even halen. Zo. Dus ten eerste ga ik een brief naar de looking at de mensen in de toekomst schrijven. En het is uiteindelijk ook de bedoeling dat de brief begraven wordt. Dus dat ga ik nu even doen. Kind records. Ik heb de brief dus in het Engels geschreven, omdat ik ook in de brief zeg dat ik ervan uitga dat we ongeveer in 2060 allemaal Engels spreken. En hier komt nu even een foto van de brief die ik heb geschreven. Dus wat ik nu ga doen is opvouwen, zodat hij uiteindelijk in de fles past. Ik vouw hem gewoon één keer dubbel. En dan rol ik hem op. 2000 years later. A few moments later. One eternity later. Oh ja, natuurlijk weer slecht voorbereid, geen plakband. Zo. En dan schrijf ik ook nog even op waar het voor is. Zo. En dan pak ik een plakbandje. En dan zo. En dan is de letter. Andersom. Letter is af. Dan kan hij de Cisco. Ja, Cisco. Dan kan hij de fles in. Ten tweede, dit heb ik al voorbereid. Ja, zo goed ben ik voorbereid. Heb ik 3 dingen verzameld. Hier heb ik een pen. Want misschien hebben ze dat helemaal niet meer in de tijd waar deze brief voor bedoeld is. 2070. En ik heb hier een haarelastiekje en een mondmasker. Want ja, corona. Dus dat doe ik er ook allemaal in. Een statief weer al. Godsamme, dan gaat mijn bestek weer. Nu kunnen jullie in ieder geval de fles zien. Oké, en ik doe het haarelastiekje erin. Want die hebben ze misschien ook niet meer. Oké. Ten tweede, deze brief heb ik ook al voorbereid. Dit is een brief met trends van 2020-2021. Dus die gaat er ook in. En dan gaat de dop er weer op. Oh ja, wacht, niet mijn dochter erop. Er gaat ook nog een foto van mij in. Die is heel cringe, maar ik heb geen betere foto uitgeprint. Dus, die gaat er ook in. En dan gaat de dop erop. En nu is het tijd om deze te gaan begraven in het park. Tot zo. Stap 1, voltooid. Dit was sowieso een hele zoektocht om die schep te vinden. Want die ligt ook al 20 jaar in de schuur te rotten. Zien wij dan gewoon lopen met een schep over straat. Echt. Soms vraag ik me af wat denken mensen wel niet over mij. Maar goed. Pak ze nog maar een minuutje of 10 lopen denk ik. Dus tot zo. Gras in zicht. Nou, ik vind dit wel een mooie plek bij het water. Dus ik zet nog 10 stappen. Mijn camera was dus uitgevallen, maar kijk, best wel een diep gat, al zeg ik het zelf. That's what she said! Nu is het tijd voor de fles. Op goed geluk.
Zo. Alleen nu nog even ingraven. Mijn rug doet pijn. Help. Nou, dit duurde misschien iets langer dan ik had verwacht. Mijn armen zijn helemaal moe. Volgens mij heb ik ook allemaal blaren. Kun je in de camera niet zien, maar ze voelt het wel. Dus ja, tijd om weer naar huis te gaan met de schep. 20 minuten lang lopen. Heel veel zin in! Laten we het erop houden dat ik helemaal kapot ben doordat ik die schep de hele tijd moest rondsleuren. En dat ik ook nog één keer tussendoor weer terug naar huis ben gegaan omdat mijn telefoon leeg was. Maar het is gelukt. Yes, en nu ga ik lunchen. In ieder geval ziet onze lunch er heerlijk uit. Pizza! Nou, dit is het dus uiteindelijk geworden. Er is niet heel veel meer van de pizza overgebleven. Want mijn moeder heeft alles aangefikt. Dit waren de beste korstjes die ertussen zaten. Of nou ja, korstjes. Dit waren de beste stukken die ertussen zaten. Dus ik ga hiervan genieten. Tot zo. Nou, ik moet nu even wachten op mijn opa en oma. Want die komen zo meteen langs natuurlijk wel op veilige afstand. Maar die zijn er nu nog niet, dus ik moet even mijn tijd doden met YouTube of zo. Jee. Het is 3:00 en dat betekent bij ons snacktime. Ik heb hier 2 minis van Tony Chocoloni. Niet gesponsord of zo. Waarom zou iemand mij überhaupt sponsoren? En dit is in de smaak karamel zeezout en noga. Dus ik ben erg benieuwd. Ik begin met de noga. Noga zit ook geen pinda's in, gelukkig. Dat heb ik naar gekeken, ingrediënten. Dus ik ga proberen. Het smaakt gewoon naar melkchocola. Een beetje crunchy. Ik kan er niet echt noga uithalen. Maar ik vind het wel lekker. Het is wel een beetje moeilijk weg te krijgen. Maar in ieder geval, erg lekker. En nu bij de volgende. Dit is de karamel zeezout. Echt fijn dat deze verpakkingen gewoon makkelijk open gaan. So, ja, op zich ben ik wel heel erg fan van karamel. Ik niet heel erg van de combinatie met zeezout, maar in sommige chocolaatjes proef je de zeezout niet echt. Dus let's try. Nee. Hier proef je heel erg veel de zeezout, dat is eigenlijk te veel. Nee, dit is niet mijn favoriet, maar ik eet hem wel. Ja, ik ga hem niet weggooien. Ja, voor mij is de noga de winnaar. Het was super gezellig met mijn opa en oma. We hebben even thee gedronken, een beetje gekletst en we hebben daarna ook nog een rondje gewandeld. Ze wilden helaas niet op camera, dus dat heb ik niet kunnen filmen. Maar nu ga ik in ieder geval skaten. En ik heb ook een outfit change gedaan, want het is echt heel erg warm. Gevoelstemperatuur was echt 25 graden of zo. Dus ja, ik ga een rondje skaten. Ik ga kijken of ik daar ook nog kan filmen. En als dat kan, dan zie je nu wel beelden van mij die aan het skaten is. We zijn nu denk ik ongeveer een kwartiertje, 20 minuten aan het skaten. En het gaat best goed. En het is best wel leuk. En het is wel lekker weer. Weet je niet? Zeker. Ik vraag me soms echt af of zij het niet gewoon warm heeft. Nee hoor. Echt niet? Nee. Surprising. Dit krijg je dus als je gaat koken met HelloFresh deze week. Het zijn frietjes met een soort van... Het lijkt op shawarma, maar het zal het vast niet zijn. Nou, ik heb gyros. Dat. En we hebben ook nog sla met wat kool en tomaatjes in kapsalon. Een of andere saus. Kapsalon. Oh, dit is kapsalon. Mm-hmm. Vinden jullie dit op kapsalon lijken? Let me know in de comments. Op normale avonden ga ik meestal gewoon voor de tv zitten op de bank met een zak popcorn om een film of een Netflix serie te kijken. Maar vandaag heb ik misschien besloten om wat anders te doen. Ik ga namelijk ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar dat is zeg maar, waarschijnlijk ken je het wel. Het is een papje van maizena, van maizena, maizena, van maizena. John, you can eten hier hoor. Maizena en water. Wat ervoor zorgt dat als je langzaam roert, dat je dan gewoon kunt horen. En als je snel roert, dat ga je zien. Goed verhaal. Lekker kort. Dus volgens mij moest je beginnen met water. Dus... Waarom kun je lepel aangooien? Ik ben natuurlijk weer heel slecht voorbereid. Zoals altijd. En dan moet je er beetje bij beetje maizena bij doen. Volgens mij, ik heb ergens op het internet gelezen dat je 150 milliliter water en
200 gram maïzena moet doen. Maar het kan ook zijn dat het andersom is. Dus daarom doe ik het even beetje bij beetje. Gewoon, denk. 25,30 gram zit nu in het water. Ik heb geen twee camera's, dus ik kan het niet van twee standpunten filmen. Oh ja, wacht. Ik heb het met kleurstof gedaan. Dus het wordt nu een beetje geel. Maar dit is nog te vochtig. Er moet meer maïzena bij. Astma-patiënten, kijk weg. Of hooikoortspatiënten. Ah, kijk, nu begint het al een beetje. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld heel snel roer, dan voel ik al dat er, klontjes komen. Terwijl als ik heel langzaam roer, dan niet. En uiteindelijk kun je er ook een soort van balletje mee maken. Echt een balletje. En dat balletje dan kun je gewoon rollen. En als je het dan loslaat, dan gaat het gewoon weg op je hand. Dat is ook wel cool. En dus je ziet dat als ik heel langzaam roer, dat er dan eigenlijk niet zoveel gebeurt. Ja, het klopt het hier een beetje op, maar dat komt omdat ik het niet goed heb verspreid. Maar als ik het heel snel roer, dan gebeurt er dus dit. En dat is precies de bedoeling. Ondertussen bijna gemengd. Er zit nog een klein restje maïzena in de maatbeker, dus dat gooi ik er nog in. Nog redelijk netjes, dus ik hoef gelukkig niet te stofzuigen. Denk ik, hoop ik. Gaan we zien. Ik ga proberen om even zo'n balletje te maken. Nee, het gaat nog niet. Er moet nog iets meer maïzena bij. Natuurlijk ben je slecht voorbereid. Ja, wat dan? Mag ik meer maïzena? Nee, het is nog niet goed. Kun je maïzena gooien? Oké, dank je wel. Few inches later. 6.5 hours later. Ik heb hier meer maïzena. Het moet een goede vloeistof worden, niet half. Halve content, daar kunnen we niks mee. Kijk, hier zie je het al een beetje. Ik kan het nu gewoon knijpen. En dan laat ik het los. En dan vloeit het gewoon weg. Of course, this is a mess. Because, nou ja, het is zeg maar gewoon een stuk vloeistof. Maar wat je ook kunt vasthouden. Het is heel raar. Maar wat ik dus ook heb gehoord is dat je er een stressbal van kan maken. Door het in een ballon te stoppen. Dus eigenlijk wil ik dat ook proberen. Maar ik heb natuurlijk geen ballon in huis. Dus dat doe ik dan een andere keer. Maar in ieder geval. Dit is het. Very speciaal. En aan het einde van de dag blijven de clichés toch waar na ongeveer een half uur met die rare vloeistof. Ik ga gewoon weer Netflixen. Like always. En mocht je benieuwd zijn naar wat ik kijk Once Upon a Time van ABC Studios, denk ik. Dus ja, dat was het voor vandaag, denk ik. Ik ga verder niet heel veel bijzonders meer doen. Dus bedankt voor het kijken van mijn vlog. Doei doei.